Dag allemaal, welkom. Anne-Claire Mulman hier. Onze website is www.cwowi.eu, Church Without Walls International. Op onze website kan je allerlei artikelen vinden over huiskerk, over relatiegericht geloof, maar ook andere artikelen die je kunnen helpen, boeken, noem maar op. En je kunt ook gaan, als je Engels kunt, naar supernaturalhousechurch.org. Daar vind je ook van alles wat je ook kan helpen in je wandel met de Heer. YouTube heb ik dit onderwijs en op mijn Facebookpagina kun je het vinden. Vandaag wil ik het hebben over het vernieuwen van je denken, wat het werkelijk is. Het is een verlaten, een achterlaten van onze gedachten, onze wegen en een opkomen, omhoog komen naar zijn gedachten en naar zijn wegen. Vernieuwen van je denken. Waarschijnlijk moet je dan denken aan één tekst in Romeinen 12, vers 2. En dat is natuurlijk ook zo. Daar staat dat we niet gelijkvormig moeten worden aan deze wereld, maar dat we hervormd worden door de vernieuwing van je denken. En het woordje hervormd is het woordje metamorphosis. Dus je ondergaat een metamorfose als jouw denken vernieuwd gaat worden. Hè. Van dat wormpje wordt jouw denken, als je denken vernieuwd wordt, word je uiteindelijk die prachtige vlinder. Dat beeld geeft het hier eigenlijk aan. Maar hij zegt dus dat we vernieuwd worden, dat we hervormd worden, getransformeerd worden, doordat ons denken vernieuwd gaat worden. En allereerst is dat natuurlijk zo, dat je denken vernieuwd gaat worden, doordat je ziet wat er in het woord staat. Wat er in het woord wordt gezegd over wie jij bent en hoe jij bent en hoe God van je houdt enzovoort. Hè? En dat je jouw denken gaat aanpassen en dat zal jouw leven veranderen. En dat is absoluut waar. Dat is het logos woord van God. Maar er is ook zoiets als het rema woord van God. Hè? Want Jezus is het woord, het levende woord. En ik denk, de vernieuwen van je denken is een dagelijks herinneren wat hij tot jou gezegd heeft en aan jouw lagere gedachten achter je laten, niet meer naartoe gaan en opkomen en opklimmen als het ware naar die hogere gedachten van de Heer. In Jesaja 55 staat dat zo mooi. Daar staat, even kijken hoor, daar staat in vers 7. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren of keert terug, gaat weer terug, staat hij eigenlijk, tot de Heer, dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig, want mijn gedachten zijn nu niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. En vaak wordt dan gedacht, oké, zijn wegen zijn hoger dan die van mij. Hoe kan ik ooit die hogere wegen begrijpen? Want ik ben maar een mensje, dat kan natuurlijk nooit. Maar de Heer zegt hier van, bekeer je van die weg of keer terug daarin. En hij nodigt, het is eigenlijk een uitnodiging om onze lagere gedachten, onze lagere wegen, de manier waarop wij dingen doen, gewend zijn dingen te doen, gewend zijn te denken, om die achter ons te laten, weg te doen van ons en om die hogere gedachten, die hogere wegen van de Heer te gaan pakken. Dat is eigenlijk wat het vernieuwen van je denken is. En dat is iets wat we dagelijks moeten doen. En wat we ook ons hele leven mee te maken hebben. Want we zijn nooit helemaal volmaakt dat we het gehaald hebben. Het woord natuurlijk, vernieuwen van je denken door het woord is zo waar. Maar ook als God iets tot jou heeft gesproken. En je bent, jouw denken gaat er weer tegenin of wat dan ook. Ik geef wat een paar voorbeeldjes van mijn eigen leven. En dan gaan we even naar het woord. En kijken we naar het leven van Paulus en naar het leven van Petrus. Maar even gewoon een alledaags voorbeeldje. Jaren terug. Ik was deel van een Aglow-team in Houten. We hadden een aantal vrouwen die uit verschillende kerken kwamen. Kwamen we regelmatig bij elkaar om de volgende bijeenkomst voor te bereiden. En natuurlijk zijn die avonden met een aantal vrouwen, je kan je wel voorstellen, altijd leuk, gezellig. En kletsen onder de koffie, maar ook serieuze tijden dat we baren met elkaar een stukje aanbidding hadden en in het woord waren. Geweldige tijden, maar ik vergeet nooit één zo'n avond dat we gewoon een beetje aan het praten waren. En al die andere dames, zo'n beetje van mijn leeftijd toen, nu nog steeds natuurlijk, die hadden het allemaal over hun kinderen die vlakbij wonen, hun kleinkinderen die vlakbij wonen, die ze iedere dag even konden zien als ze dat willen, even koffie kunnen drinken enzovoort. En terwijl ze erover hadden, en ik was een beetje stil, denk ik, want een van die dames die keerde zich om, ik zie dat nog zo. En die zegt van, het spijt me, Ank, dat we daar zo over hebben. Want ik weet dat jouw kinderen niet in de buurt wonen, kleinkinderen, wat waar was. En een aantal van wonen toen in die tijd zo'n 2,5 uur van ons vandaan. Dus dan ga je niet even zo naartoe. En nog twee kleinkinderen, die wonen helemaal in Amerika.
Dus die zie je ook niet iedere dag. Zij zei, oh, wat moet dat moeilijk voor jou zijn? Oh, ik zou het niet kunnen hoor, mijn kinderen zo weinig te zien en geen deel van hun leven uit te maken zoals we dat nu doen. Oh, wat verschrikkelijk lijkt me dat, bla bla bla. Ik zei, nee hoor, is geen probleem hoor. En toen kwam ik thuis 's avonds en zat ik er nog even over na te denken. Ik denk, ja. En ineens dan, ja, in Engels zeg je, krijg je een pity party. Een beetje medelijden met jezelf. Ik dacht, ja, eigenlijk is het helemaal niet leuk. En eigenlijk vind ik dat helemaal niet leuk. Zeg, heer, ik begon een beetje te klagen. Heer, ik vind het helemaal niet leuk. Ik doe zoveel voor nu en bla, bla, bla. En dat doe ik. En die andere vrouwen zijn gezegend om hun kinderen, kleinkinderen vlakbij te hebben. En wij niet. En wij moeten dat missen. En hoe kan dat nou? Bla, bla, bla. Pity, pity. En ineens interrupeerde hij mijn gedachten en hij zei, ik zal het even zeggen, want hij zei in het Engels, heel vaak spreekt hij mij in het Engels. Hij zei, I have positioned each one of them. So be at rest with that. Be at peace with that. Met andere woorden, ik heb iedereen op de juiste plek gebracht. Dus zorg ervoor dat je daar vrede over hebt. Ik heb ze op de juiste plek gebracht. Die plek waar ze zitten, komt door mij, zei de Heer eigenlijk, heb ik gedaan. Dus heb vrede daarmee. Toen dacht ik, ja. En ik moest wel zeggen, oh Heer, vergeef me. Ze zijn op de perfecte plek waar u ze gebracht heeft, dan is het goed. Dat maakt het ook niet meer uit. En vergeef me dat ik alleen maar aan mezelf dacht, enzovoort. Maar natuurlijk, eens een moeder altijd een moeder. Eens een oma altijd een oma. Af en toe dan komen die gedachten nog wel eens eventjes terug. En dan moet ik ervoor kiezen om die gedachten niet te pakken. Die lagere gedachten, die lagere wegen van, oh wat zielig en wat sneu voor mij. En om die hogere wegen van hen te pakken van, hé. En die hogere gedachten van, dit, dat denk ik erover. En zo zit het. En dan moet ik voor kiezen, is een keus. Ja, misschien heb jij dat ook wel. Dat de Heer iets tegen jou gezegd heeft. En dat je regelmatig moet kiezen om die hogere gedachten te gaan denken. Een ander voorbeeld. Ook een aantal jaren terug. Ik was gewoon aan het denken, naar mijn idee, over mijn kinderen. Een paar van die door een aantal moeilijke dingen heen gingen. Ik dacht, hoe zal dat gaan? Hoe moet dat allemaal? En nou ja, je weet hoe dat gaat. En ineens weer interrompeerde de Heer mijn gedachten. En hij zei van, waarom maak jij je zorgen over je kinderen? Heb ik je niet gezegd dat ik voor ze zou zorgen? En dan zei hij best een beetje streng. Van, waarom maak jij je zorgen over je kinderen? Ik heb toch afgesproken, ik heb je toch beloofd, hè, dat ik voor je kinderen zou zorgen. En dat was ook zo. Toen dacht ik, oh, het is niet zomaar denken. Maar in zijn gedachten was het zorgen maken over. Met andere woorden, hem niet vertrouwen dat hij ervoor kan zorgen. En onmiddellijk zei, vergeef me, Heer, ik doe mijn best om het niet meer te doen. En dat is nog steeds zo. Nog als er wat aan de hand is of wat dan ook, dan denk ik, oké, ga ik me zorgen maken? Ga ik weer met mijn lagere gedachten mee? Of pak ik die hogere gedachten van de Heer, dat hij heeft gezegd dat hij voor ze zou zorgen. En hij is de beste vader die er is. En daar moet je voor kiezen, regelmatig. Niet zo lang geleden waren we bij, een ander voorbeeldje, waren we bij vrienden van ons. Ze hebben te maken met lichamelijke toestanden, een ernstige ziekte, chemotherapie. Best zwaar, best heftig natuurlijk, vermoeidheid enzovoort. En we waren de dingen van de Heer aan het bespreken. En vlak voor we naar huis gingen, zeiden nou, we gaan met elkaar bidden en de Heer zoeken, kijken of hij wat te zeggen heeft. En dat deden we. En toen zei de Heer ineens over die situatie van, it's just a bump in the road. Het is slechts een hobbeltje op de weg. Een hobbeltje op de weg. En zoals je dat hier in Nederland overal hebt, dan ga je ergens. Hier wonen we een beetje buitenaf. Als ik naar een ander dorp wil gaan, nou, dan kom je er wel misschien 5, 6, 7 van die hobbels tegen. Iedere keer moet je even afremmen. Soms sta je bijna stil. Hobbeltje over en dan ga je weer verder. Dus de Heer zei, oké, waar je doorheen gaat, ook al lijkt het in zijn ogen een verschrikkelijke hoge berg. En denkt hij wel van, kan ik dat ooit overheen komen? Red ik dat? Maar de Heer zei, het is slechts een hobbel in de weg. It's just a bump in the road. Zo zei hij dat. Met andere woorden, iedere keer als hij denkt van, kan ik dat wel, kan ik dat wel? Dat hij zei, nee, mijn gedachten zijn, it's just a bump in the road. Het is slechts een hobbel op de weg. Dus gedachten, die lagere gedachten van, hoe moeilijk is het, hoe erg kan ik het wel, red ik het wel, verplaatsen en omkeren met de gedachten die de Heer heeft. Zo gaat het in ons leven, toch? Dat is je denken vernieuwen. Oké, Paulus, 1 Korintiërs 15, laten we daar eens eventjes naartoe gaan. 1 Korintiërs 15, even kijken hoor. Wow, daar heb ik nog geen briefje tussen gelegd. 1 Korintiërs 15, vers 6. Waar Paulus het over heeft, dat al die apostelen, wie de Heer allemaal gezien hadden na zijn dood en na zijn opstanding. 1 Korintiërs 15, vers 6.
Daar staat, oké, hij zegt, hij is verschenen aan de 12 aan dan 500 tegelijk, in vers 6. En vervolgens verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen. Maar het allerlaatste is hij ook aan mij verschenen, zegt hij, als een ontijdig geborene. En het woord is interessant, dat is het woord ectroma. En dat betekent eigenlijk als een abortus of een miskraam. Als iets wat er niet geweest had moeten zijn. Als iets wat niet om aan te zien is misschien. Hij zegt, want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dus wat hij eigenlijk zegt van, wauw, ik had daarbij kunnen zijn. Hè? Ik had bij die apostelen kunnen zijn. Ik had ook aan de voeten van Jezus kunnen zitten. Ik had ook kunnen luisteren naar hem. En zijn woorden rechtstreeks uit zijn mond kunnen horen. Maar nu hoor ik het alleen van die anderen. En als hij dan bij hun zat of bij hun was, dan hoorden ze, ja, dat was wat Jezus toen tegen mij zei, weet je dat nog? En Paulus dacht iedere keer, oh, ik heb het totaal gemist, verkeerde timing. En mijn leven was slechts als een abortus. En ik ben het niet waard om een apostel te heten, want ik heb de gemeente vervolgd. Hoe erg allemaal. En dan zegt hij in vers 10, maar, en dat ik hou van het woordje maar, door de door de genade van God ben ik wat ik ben. Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Zijn genade aan mij was niet voor niets. Met andere woorden, Paulus moest ook iedere keer weer die gedachten, weer die woorden van de Heer horen. En wat hij van hem gehoord had op de weg naar Damascus. Dat de Heer aan hem verscheen en hem een roeping gaf tot wie hij, dat hij zou leiden voor de Heer. En maar dat de Heer hem inderdaad die positie gaf. He, voor de niet-Joden enzovoort. Dat moest hij zich ook iedere keer weer herinneren. Oké, ik heb dan die verschrikkelijke dingen gedaan en ik heb het gemist en ik voel mij zus en ik voel mij zo. He, maar dit is wat de Heer voor mijn leven heeft. En daar is genade voor om dat te doen. En zegt die genade, die kracht om dat te doen, om dat te overwinnen, om uit te komen uit dat negatieve denken, dat heb ik gepakt. Zegt die genade, aan mij is niet te vergeefs. Want die genade met mij. En zegt hij dan, nou, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Wauw, geweldig. Petrus, een ander voorbeeld. Lucas, hoofdstuk 22. Na de gevangenneming van Jezus. Neem ik even ietsjes verder terug. Er staat gesprekken bij het avondmaal. Lucas 22, vers 31. Daar zegt Jezus tegen Petrus, en die noemt hem hier Simon bij zijn oude naam. Zegt, Simon, Simon, zie je, de Satan heeft verlangd je te ziften als de tarwe, om je te testen. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. En als je eenmaal tot bekering bent gekomen, of weer teruggekomen bent naar mij, zegt de andere vertaling, versterk dan je broederen. Maar Peter zegt tot de Heer, Heer, met u ben ik bereid ook gevangen en de gevangenis en de dood in te gaan. En dat is Petrus, hè? Maar dan zegt de Heer van, ik zeg je, Petrus, de haan zal heden niet kraaien eer je driemaal mij verloochend zult hebben. Even overnieuw. De haan zal heden niet kraaien eer gij driemaal zult geloochend hebben dat gij mij kent. En misschien dacht Petrus, nou, dat doe ik nooit, ik verloochen hem nooit. Maar diezelfde dag, zelfde hoofdstuk, in vers 54, toen ze de Heer gevangen hadden genomen, ze voerden hem weg. Ze leidden hem naar het huis van de hoge priester. En dan staat, en Petrus volgde van verre. Hij wilde weten wat ze met zijn Heer gingen doen. En toen zij een vuur hadden aangelegd midden in de hof en bij elkander zaten, ging Petrus dus hen inzitten. En bij het licht van het vuur zag een slavin hem zitten. Ze keek hem scherp aan en zei, ook die was bij hem. Maar hij loochende het en zei, vrouw, ik ken hem niet. En even daarna zag een ander hem en zei, ook gij behoort tot hen. Maar Petrus zei, de mens, ik niet. En ongeveer een uur later verzekerde een ander. En zeiden, inderdaad, ook die man was bij hem, want hij is een Galileër. Maar Petrus zei, de mens, ik weet niet wat je zegt. En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heeren. Hoe hij tot hem gezegd had, eer de haan heden kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en hij weende bitter. Kun je dat voorstellen? Dat je zo gezegd hebt, Heer, ik zal u niet verloochenen. Ik wil met u ook de gevangenis in en de dood in. Maar ik zal u niet verloochenen dat ik u ken. En de Heer zei, ja, je zult het driemaal doen. En dat gebeurde ook precies. Hoe erg vind je dat van jezelf? Hoe verschrikkelijk. Waarschijnlijk wilde hij dat die grond onder hem weg zou zakken. Maar hij moest ook iedere keer opnieuw denken aan wat de Heer ervoor had gezegd. Als je weer naar mij teruggekomen bent. Als je mij weer,
weer mij durft onder ogen te komen. Hè? Versterk dan je broederen. Versterk je broeder. Dat was de opdracht die hij kreeg. En even wat later ook in Johannes 21 kun je dat lezen. Het dat de Heer dan 3 keer aan hem vraagt. Petrus, heb je mij lief? Hè? En iedere keer zegt Petrus opnieuw. Hij, van Heer, u weet toch dat ik u lief heb. Zoals een vriend u lief heeft. En dan zegt de Heer, oké, zorg voor mijn lammeren. Zorg voor mijn schapen enzovoort. Hè? Dus hij zegt opnieuw weer van Petrus. Jij mag zorgen voor mijn schapen. Dat is jouw taak. Maar ik denk dat Petrus iedere keer weer opnieuw. Ja, ook al van de boos is degene die aanklacht, of niet? Hem liet denken van, ja, maar jij hebt de Heer wel verloochend. Je zei dat je niet zou doen. En hij moest die lagere gedachten achter zich laten en opkomen naar die hogere gedachten. En naar de hoge wegen van de Heer die hij over hem gesproken had. Geldt er niet voor ons allemaal, geldt er niet voor jou, geldt voor mij zeker. He, dat ze die lagere gedachten achterlaten. En dat we die forsake, zegt het Engels, er helemaal niks mee te maken willen hebben. En dat we op gaan komen naar zijn gedachten en naar zijn wegen. Want die zijn hogere gedachten en hogere wegen. Tot de volgende keer. Dag.